Het Openbaar ministerie eist uh, minstens 4 ton van een uh, verdachte voor het runnen van een growshop in Almere. Dat was uh, eerder deze week, uh, eergisteren in het nieuws hier bij uh, Omroep Flevoland. En daar gaan we over praten met onze advocaten van vandaag van Okkers en Schopadvocaten. Dat is Michelle McKinje. Goedemorgen. Goedemorgen, Michelle. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, 4 ton, dat is uh, best het beste bedrag. Jazeker. Uh, het is natuurlijk de vraag of ze het krijgen, uh, want de rechter gaat daar op een gegeven moment een schatting maken het zogenaamde wederrechtelijk verkregen voordeel mm -hmm. en eigenlijk wordt er dan heel grof gezegd gewoon uh, omzet min kosten uh, gedaan door de rechter uh, op het moment dat er dus in zo'n zitting beoordeeld wordt of dus uh, wat het wederrechtelijk verkregen voordeel is. Yeah. Dat is weer voordeel dat is gewoon je hebt crimineel geld gemaakt. Ja, ja wat, wat heb Toch? je aan, aan eigenlijk aan winst gemaakt uh, uit de strafbare feiten? Dus hmm. in, in dit geval is het, he, het hebben van een grow shop, dus de winst die je gemaakt hebt met het verkopen van uh, zaken die gebruikt worden voor de hennepteelt. Ja. ja, maar, maar zo'n grow shop dat ja. was een, een tijdje mocht je die hebben, was dat werd dat gedoogd eigenlijk om zo'n maar dat is sinds een paar jaar ja, mag klopt. je dus geen grow shop meer hebben, hè? Nee, uh, sinds 1 maart 2015 is het, uh, is het verboden. Uh, en dat is een beetje een lastig verhaal, omdat er zitten natuurlijk zaken bij die je gebruikt voor de hennepteelt, Zoals potgrond en een bepaalde groeimiddel. wat ook gewoon verkrijgbaar is bij het tuincentrum. Ja. Je ziet de politie niet snel binnenvallen bij de lokale tuincentrum. Nee, behalve uh, als het echt bij elkaar ligt: groeilampen ja, en potgrond klopt, en potten. Zeker. en ja. uh, heel veel stroomdraad en transformatoren erop. Ja, en als er dan ook nog een blaadje bij ligt over hoe je het dan allemaal moet gebruiken, dan ja. uh, is het. Inderdaad, en dan wordt er vermoed dat het gaat om een growshop. Mm -hmm. En als je een growshop hebt, nou ja, dan faciliteer je eigenlijk de, de, de teelt van hem, hem en Maar het OM vermoedt dus, hè? want op ja. zich is het hebben van die spullen niet strafbaar. Mm -hmm. Maar omdat het de hoeveelheid bepaalt, dan dat het OM vermoedt dat dit aan de hand is. Ja. Kan die, nou, laten we even zeggen, die verdachte, kan die daar nog uh, tegen in beroep gaan? En, en, en bewijzen komen waar blijkt dat het dus helemaal niet uh, voor dat soort doeleinden gebruikt zou worden? Ja, dat kan altijd. Uh, er, zijn, er is ook een, een, een zaak geweest waarin dus ook het OM was binnengevallen. En er heel veel van dat soort zaken aanwezig waren in een, in een hal. Mm -hmm. uh, en, en hij gaf aan dat hij faillissementen opkocht. Oh. En toen zei van ja, dat heb ik gewoon uh, mm -hmm. gekocht en dat ga ik dus ook weer doorverkopen. En ik heb ook hele andere zaken uh, verkocht. En, maar de hoeveelheden die er waren, en daarnaast lagen er dus toevallig ook allemaal magazines van de zogenaamde blad High Life. Waarin dus verteld wordt over nou ja, hoe je bepaalde uh, verdovende middelen kan laten groeien. Kan maken en, yeah. en, en die nou kan telen. Mm -hmm. uh, en, en dan gaat de rechter dus echt kijken naar de omstandigheden van het geval en het feit. Dus dat al die zaken aanwezig waren. Ja. Uh, die, die magazines er naast lagen en ook in op de koffietafel uh, in die in die in het magazijn uh, en er eigenlijk op dat moment alleen nog maar een paar leren jassen daarnaast aanwezig waren uh, menen de rechter inderdaad wel dus dat er dus sprake was van een grow shop ja. en dan is ook nog de vraag weet de verdachte dus dat het hebben van die middelen uh, strafbaar is en mm -hmm. dat je dus dan vermoed wordt dat er sprake is van een grow shop ja. en, en je hebt dan de... eigenlijk alles schijnt tegen ja je hebt alles schijnt tegen en je kan natuurlijk altijd jezelf verweren en verdedigen ja. ja. denk ik wel hoe, hoe bepalen ze nou de Hoogte van dat bedrag. Is dat naar aanleiding van hoeveel spullen er gevonden zijn? Dat had je zoveel en zoveel kunnen maken. En dat is een zo, heet de straatwaarde van zoveel geld of zo? Uh, bij een growshop gaat het echt puur om de winst die gemaakt is uit het verkopen van al die middelen. En dus al die zaken, dus de potgrond en de, en de, mm -hmm. en de warmtelampen en dergelijke. Maar dat die... staat nergens op. Ik bedoel, die werken niet met factuurtjes en zo. Dus hoe komen ze aan, aan, de bedra aan die bedragen? ja dan, 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 ja, dan je... dus een, een schatting gemaakt oh, van ja. de omzet ja. en dan worden er eigenlijk gewoon onder andere streep al, ja alle kosten worden er ook gewoon afgehaald ja. ook gewoon bijvoorbeeld huur van het pand ja uh, energierekening maar dat loopt al vrij, vrij snel ja. op ja die loopt en heel voorlopig uh, vaak uh, en, en en zeker bij echte henneptelers zie je dat ze die energierekening vaak niet betalen nee dat kan dus je dat niet aftrekken als je niet betaalt kun je het ook niet als kosten opvoeren maar nou is nee. dus uh, afgelopen woensdag is die, uh, die eis bekendgemaakt hè, tijdens een, uh, een zogenaamde regiezitting en nou duurt het nog tot april 2020... Voordat dit een dag lang behandeld gaat worden bij de rechtbank in Lelystad. Ja. Waarom zit daar zoveel tijd tussen? En wat doet die verdachte in de tussentijd? Ja, in principe hoeft hij niks te doen. Hij moet gewoon afwachten. Ja, hij moet gewoon afwachten. Maar waarom zit daar zo lang tussen? Ja, in een regiezitting wordt eerst bepaald uh, over hoe de inhoudelijke behandeling. Uh, uh, zal plaatsvinden. Ja. wordt beoordeeld of de verdediging... dus de verdachte in dit geval... Uh, getuigen mag aanvoeren... en of die gehoord worden. En er zal ook gekeken worden... Nou, hoe gaan we die zitting inrichten. Dus eerst zal de rechter daarover oordelen. Dus, nou, dan gaan ze dus uh, binnenkort inderdaad... die zitting wordt, vindt plaats. Dan, gaat daar de, nou, dan worden er... Getuigen gehoord hebben. Ja. En mensen moeten dan uitgenodigd worden. Dan moet het, ja. Je kan moeilijk zeggen: je moet morgen daar naartoe komen. Want mensen moeten wel de mogelijkheid ja, krijgen om natuurlijk een vrij te krijgen. Ja. Of de, he, daar naartoe ja. dus te komen. Waarom zitten zoveel maand tussen? Ja. Hmm. Oké. Okay. Goed Even buiten het, het onderwerp om met onze juriste Michelle Makkinje. Het, het zijn best roerige tijden op het moment voor de advocatuur ook. Hou, houden jullie je daar als advocaten ook mee bezig? Wat er nu gebeurd is dan ook? Jazeker. We worden vanuit de Orde van Advocaten worden we ook uh, ingelicht. Uh, nou, ja, jullie hebben gisteren ook vernomen natuurlijk dat de vlaggen half stok hingen. op de, ja. de advocatenkantoren en bij de rechtbanken. Uh, en ja, het wordt nu ook echt gezien als een uh, aanval op de rechtsstaat. Ja. En, uh, hoe, hoe zit je dan op de bank thuis? Als dat tot je komt, want je bent advocaat en er is een advocaat doodgeschoten. Ja, nou ja, het, 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 het eerste is ook wat je, wat je denkt, is nou, dit wordt wel een lastig verhaal voor kroongetuigen om op te staan en ook om, om je te kunnen uh, laten bijstaan. Ja. Want uh, ja, wie gaat dat dan nog doen als je zoveel gevaar loopt? Stel jezelf ook de vraag van, zou ik het dan nu ook nog op mij nemen? Ook, want ik bedoel, er is een Breda's advocaat nu gekomen die zegt van uit principe, ik ga het doen. Ik heb met mijn vrouw en kinderen heb ik het besproken. Ik ga het doen, want het moet gewoon gedaan worden om een, om een datum te stellen. Dan ook. Mm. De, de, denk je dat? Denk, gaat dat ook door jouw hoofd heen, als advocaat dan? Ja, als advocaat. Uh, ja, want dat is ook waarvoor je ooit advocaat geworden bent om eigenlijk de rechtsstaat te beschermen. Ja. En uh, dat doe je dan op die manier door je. Ja, je cliënten bij te staan en uh, te helpen bij de verdediging. Dus ja, jezelf... oké, okay, maar je bent ook mens. Je hebt ook ja, gewoon een leven thuis, hè? Ja, zeker. Um, en dit is natuurlijk een heel uitzonderlijk geval. Uh, maar je hebt het inderdaad, als, als zeker in advocaat in het strafrecht, dat er stenen door de ruit gaan. Ja, ja, ja. Dat je bedreigd wordt. op noemen. Hoe erg dat ook is, daar ben je ja. al enigszins aan gewend. Ja, zeker, het hoort ja, er wel ja, bij. Ja, het hoort er wel een beetje bij. Jammer. Goed, het uh, ja. is bijna tien voor half twaalf. Michelle McKinney dus hier, advocaat van Okkers en Schop. En de essentie van verenigingsrecht, laten we eerst eens eventjes ja. de vraag stellen. Die ligt nog voor de hand. Verenigingsrecht, waar is dat op van toepassing en wat is het precies? Nou, je hebt het, uh, het is een grondrecht, het recht om je te verenigen. Mm -hmm. uh, dat staat in de grondwet, in artikel 8. En nou ja, bijvoorbeeld in een vereniging uh, of... Uh... Een sportclub bijvoorbeeld, of een vereniging van eigenaren, of een studentensoos. Ja, uh, uh, ja, nou, ja, alles uh, noem het maar op. Ja. Op alle mogelijke manieren kan je je verenigen en dat is een grondrecht. Dus dat kan ook niet zomaar uh, afgenomen worden. Mm -hmm. En in deze zaak uh, ging het erom dat een aantal leden zich hadden aangemeld bij een vereniging. Bij studentenvakbond uh, studenten, bij, ja, bij de vereniging uh, uh, Studentenvakbond Groningen. In Groningen ja. En uh, nou ja, hun aanmelding is afgewezen. En nou, daar waren ze het niet mee eens. En toen hebben ze gezegd: ja, dat is, uh, wij hebben voldaan aan de voorwaarden van, van de vereniging. Dus we hadden gewoon uh, als uh, lid uh, aangemeld uh, dienen te worden. En dat is door de rechtbank eigenlijk kort gezegd afgewezen. Omdat ja, het is een vrijheid van de vereniging ook om te kiezen uh, wie er lid wordt. En dat heeft puur te maken met het feit dat het een persoonlijk... Uh, het is iets persoonlijks, uh, het leven van hadden de vereniging. Hadden ze een goed excuus dan om ze uh, te weigeren? Ja, dat klopt. Want in dit, ver, in dit uh, verband was het zo dat er opeens een, invloed, uh, zeg maar een influx was van 29 nieuwe leden. Mm -hmm. Maar deze 29 nieuwe leden waren allemaal gelieerd aan een andere... Studentenvakbond? Ja, niet echt een mm -hmm. vakbond. Studentenvereniging? Aan een, uh, aan een soort van actiegroep. Democ oh. De Democratische Academie Groningen. Oh, ja. En uh, nou, die waren allemaal gelieerd aan deze partij. En die wilden opeens allemaal lid worden van... Van de ja, Ineens. Ja, van de, ja is van de studentenvakbond. Die zou zeggen om een soort van groep binnen een groep te gaan maken. Ja, klopt. een ja. Plegen, ja. En, ja. Ja, en, en daar waren ze dus inderdaad als als, als vereniging ook bang voor. Ja. En daarom, eh, nee, nou, ze hebben het natuurlijk de, wat wat je dan doet als vereniging op het moment dat er aanmeldingen zijn, dan moet je dat afhandelen aan de hand van je statuten. In ja. hun statuten was bepaald dat ze die aanmeldingen voorlegden aan de ALV. En als de ALV bezwaar ledenvergadering. had. Ja, de ledenvergadering. Ja, ledenvergadering. Dan, eh, dan werd er een de zogenaamde Ballotagecommissie opgesteld. En die mm -hmm. kwam dan met een aanbeveling. Maar de ALV besloot uiteindelijk of de leden wel of niet uh, nou ja, lid werden. Mm -hmm. En uh, naar aanleiding daarvan heeft de Algemene Ledenvergadering gezegd: nee, wij willen niet dat ze lid worden. Nee. Want nou, op het moment dat we die 29 leden aannemen, dan. Uh, heb je opeens een meerderheid? Dus ja. Ze zijn allemaal geleerd aan de, aan de, aan de dag, ja. die, uh, die groep. En uh, wat opvallend was, dat die, die groep die had uh, eerder al, um, nog voordat die leden aangemeld waren, hadden die leden al een motie ingediend. Die wilden dat er een speciale actiecommissie kwam met een eigen begroting. En dat er dan uh, nou, die duizend euro voor die actiegroep, voor activistische doeleinden. Beschikbaar kwam. Ja, ik dus had heel een vereniging. Eigenlijk wat ze wilden doen: dus een vereniging in een vereniging. Ja. Ja, om, om een, om een daad te stellen. Om ja. een actie te gaan en dan voeren. En een gelijke meerderheid te vormen, natuurlijk. Zodat dat er doorheen ja. zou komen. Die... Op zich slim bedacht. Ja, wow. zeker. Nog slimmer uh, teruggeredeneerd: Van dat gaan we niet doen, want dan krijgen we dit. Ja. 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 Nee, die... Het is dus niet zoals je een vereniging hebt. Stel je hebt een, een hockeyclub of weet ik het wat. En jij Arnoud wil gaan hockeyen. En die zegt: nou, daar ben ik dan. Dan hoeven ze je dus niet per definitie ook op te nemen binnen die vereniging. Nee, Want dat vereniging... moet dan in de statuten staan. Hoe ja, ze dat de, behandelen? De vereniging heeft de keuze uh, om een lid uh, nou ja, te, weigeren. te weigeren. En uh, het wordt dus ook altijd aan bepaalde organen binnen een vereniging. Dus bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering of een dagelijks bestuur. die bepaalt of een iemand lid wordt of niet. Uh -huh. Dat wordt aan de hand gedaan van de voorwaarden die opgenomen zijn in de statuten. of in een handboek. En uh, nou, als er in principe dus in de statuten staat. dat er uh, bepaalde voorwaarden zijn. Dus nou, dat je bijvoorbeeld in Lelystad moet wonen. Uh -huh. om lid nou ja te worden van de ja. hockeyclub Lelystad ja. uh, en je voldoet eraan, dan kunnen ze in principe, uh, de, nou ja, moeten ze je gewoon aannemen. Uh, maar de vereniging heeft altijd de keuze om dat te doen en tenzij het echt enorm onrechtmatig is. Dus bijvoorbeeld uh, ja. maar dat is logisch. als het discriminatoir is, of ja. op, op zulke gronden geweigerd wordt. Ja, ja. ja. oké. Okay. Duidelijk. Nou, weten we hebben heel veel over het verenigingsrecht? Leuk. Ja, absoluut. We vonden het fijn dat dat en was. Ons.